Een nieuwe koning die kennis maakt met Nederland, maar tegelijkertijd ook hele mooie plekjes links laat liggen. Dat kan natuurlijk niet. En daarom is het de hoogste tijd voor ons cadeau aan de koning. Een serie portretten van de rest van Nederland. Vandaag zijn we in... En vandaag zijn we in... Reuzel! Reuzel staat niet echt ergens onbekend. Het is één van de acht zaligheden, dat wel. Oh ja, en laten we de buitengewoon leuke inwoners niet vergeten. Ja, ja, Reuzelnaren staan bij uitstek te boek als hele... Leuke mensen, hè? Ja, gezellige mensen. Leuke, gezellige mensen, ja. Ja, ik heb hier geen zin in. Nee, op lekker, hè? Wat is het voor dorpje, Reuzel? Wat een dorp? Ik zou het niet weten, want ik ben van België. Hier veel Belgen, hè? Ja, dat is nogal logisch, denk je. Ja, waarom? Dat hier goedkoper is. Dat hier goedkoper is. Vooral drinken. Spinazie, appels, chocomel, kiwis, appelsine, shampoo, bloemkool, prei, ja, noem maar ananas, noem maar op, noem maar op. En het scheelt wel een euro per stuk dikwijls. Terwijl de Belgen dag in dag uitkomen hamsteren, maken de maatschappelijk betrokken en buitengewoon belezen inwoners zich ontstellend druk over de keuze van de koning om juist met hun dorp geen kennis te maken. Vindt u het ook zo erg dat de koning hier niet naartoe komt? Waar wie er hier komt? Vindt u het ook zo erg dat de koning hier niet naartoe komt? Waar? Ja. 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 De koning? Nee, voor mij hoeft dat niet. Dat geef ik niet veel hem. Voor mij hoeft hij niet. Dat boeit u niet? Nee, helemaal niks. Ik moet verder. Papier ophalen. Papier ophalen. Papier ophalen. Ik ga je verder. Dag. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Varkens en Polen. Die staan centraal in het dorp. We spreken met Guus Rooijakkers, een man die ons daar veel meer over kan vertellen. U bent ondernemer en u heeft deze kapel hier neergezet. Het is een Poolse kapel. Dat komt omdat er hier heel veel Polen wonen? Nee, dat komt niet omdat er heel veel Polen wonen. Maar wacht even, want dat is wel aardig als u dan wel even, want dat is raar. Welke zo? Nou ja, dat we maken nu een item en het gaat over die Poolse kapel. Ja, maar wel, ja. Is het misschien aardig als u zegt, ja, er wonen hier wel veel Polen? Guus Rooijakkers, u bent ondernemer. U heeft hier een Poolse kapel neergezet. Een van de belangrijkste monumenten hier in het dorp. Omdat er hier zo ontzettend veel Polen wonen? Er wonen hier erg veel Polen in de omgeving. Echt heel erg veel? Heel erg veel. We hebben het dan over Polen, maar varkens wonen hier ook. Ja, zeker. Er wonen heel veel varkens. En veel ook, hè? En heel veel varkens. Zelfs 20 per inwoner. Dus meer dan 20 per inwoner. En dat is eigenlijk gekomen uit de historie van vroeger. We hebben hier armen. Ja, dat hoef je allemaal niet te weten. Dat wil je allemaal niet weten. Het is allemaal een beetje... Dat wil je allemaal niet weten. Nee, dat is nou. Oké. 20 varkens per inwoner. Vooral de stankoverlast domineert vele levens in het dorp. Tijd voor een goed gesprek met een van de boosdoeners. Een varkensboer. U bent varkensboer. Klopt het nou dat er in dit dorp per inwoner 20 varkens zijn? Begrijpt u het dat er mensen zijn hier in het dorp die zeggen van... Ja, het zijn wel heel veel varkens. Ja. U kan alleen knorren? Alleen maar... Ja, kom mee. Dat ga je niet uitzenden, hè? Nee, dat ga je niet. Goed, beste koning. We sluiten af met natuurlijk de drie vingers in de lucht. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer. En waar is hij goed voor? Staat het geluid er ook op? Dat is de een of andere gekkigheid, of niet? Al je vijand.